Interessant. Ik ben zo benieuwd, wat heb je in je hoofd? Want ik zie wel daar iets borrelen. Ja, ik denk als componist heb je altijd dingen in je hoofd. Ik op zijn minst. En... Maar als dirigent, als componist-dirigent, zie je grote orkesten voor je? Zie je voor je? Ik ben een groot voorstander van het, ook van naast het ensemble spelen, ook van het groot symfonisch repertoire. Ik heb bijvoorbeeld 3 symfonieën gecomponeerd tot nu toe. En ook als dirigent heb ik bepaalde visies op het grote symfonische repertoire. En zoals ik zei, die innerlijke drang is er wel om dat naar buiten te brengen en met het publiek. Met het orkest in eerste instantie en dan daarna met het publiek te communiceren. Oké. Je gaat nog 4 stukjes doen. Ja. Als ik wel geteld heb. Kun je iets korts vertellen? Het wordt wat luchtiger af en toe. Nou ja, we hebben daarnet een fabelachtige flamenco-gitarist gehoord. En per toeval is er misschien een kleine link met mijn stuk, omdat in het eerste deeltje dat nu komt, zit een klein citaat van Ravel's Bolero. Oh ja. Dus misschien dat dat per toeval een leuke link is in het programma. Ik dank je hartelijk. En ik wens je veel succes. En dank je. Mag ik je uitnodigen om te gaan dirigeren? Zeker. Ja? Dank je wel. Dank je wel. Marijn Simons dirigeert Marijn Simons. Thank you.
En deze cd van het Simons Ensemble is natuurlijk te koop. En kijk voor meer informatie op onze website of op de website van Marijn Simons zelf.